Welkom in het skigebied van Araba. In deze video laten we je meer zien van dit prachtige skigebied en wat hier allemaal te zien is. Ook in Italië is het mogelijk om poeder te skiën. Moet je maar kijken. 10 centimeter verse sneeuw. Heerlijk. Het mooie aan Araba is dat ze ook een gletsjer hebben, de Marmolada. Je kunt naar meer dan 3250 meter en de route er naartoe is echt prachtig. Als je hier achter me kijkt, het is echt alsof je door een sprookje skiet. Hier moet je echt een keer heen als je in Araba bent. We staan hier op misschien wel een van de mooiste uitzichtpunten in de hele Dolomieten. We staan boven op de Marmolada op 3265 meter. En ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar kijk zelf naar het uitzicht. Het is gewoon echt, het is echt prachtig. Araba is een klein, gezellig en knus dorpje midden in het hart van de Dolomieten. Je voelt dat hier echt de Italiaanse sfeer hangt. Het ligt op ruim 1600 meter hoogte, wat het tot een heel sneeuwzekere bestemming maakt. Daarnaast ligt het aan de Sella Ronda, zodat je toegang hebt tot meer dan 500 kilometer aan pistes. En dat maakt het tot een perfecte uitvalsbasis voor grote, mooie skitouren. De Sella Ronda is een skitocht die moet je een keer gedaan hebben. 26 kilometer rondom het Sella massief. Je kan kiezen tussen de groene variant en de oranje variant. De groene is de makkelijke en de oranje is de moeilijke variant. Het skigebied van Araba heeft de perfecte ligging in het Dolomiti superskigebied. Je vindt hier uitdagende pistes. Je kan hier lange skitochten maken en je bent snel bij de Marmolada Gletscher. Voor mij een van de favoriete plekken in de Alpen. Ik kom hier zeker nog een keertje terug.